What up iedereen en welkom terug op het Martijn Houtan YouTube kanaal. En als je hier nou voor de eerste keer bent, klik dan even op abonneer, want je gaat het sowieso leuk vinden. En dat smaakt toch naar meer. Anyway, goed, genoeg met dit cringy gelul. Ik ga nu even de intro gooien en jullie gaan zien wat de updates zijn rondom mijn Doge Trades, Ripple Trades en waar ik die winsten weer in heb gegooid. En ja, ik heb ook nog iets heel cools, want ik was gisteren jarig. En ik heb mijn hele studieschuld afbetaald. Dus ik ga jullie nu allemaal laten zien hoe dat gegaan is. En ja man, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Klik even op like. En laat me ook even weten wat voor content je nog meer zou willen zien op dit kanaal. Want ja man, daar ben ik voor. En heb je nou nog geen accounts op beurzen? Links allemaal in de beschrijving. Zou top zijn als je het doet via mijn links. Want dan kan ik gewoon verder met content maken zoals dit. Dus ja man, enjoy. En let's go. There's no going back, please don't hold me back. Remember back in the day. Yeah, let me be real. I can't relate. Sup iedereen, ik wil even een update video voor jullie maken. Er zijn nogal wat crazy dingen gebeurd. En vandaag ga ik dat even bespreken. Dus ten eerste, ik ben gisteren 30 geworden. Woo! Op 1 februari 2021. En ja, ik ben er heel blij mee, want op diezelfde dag pumpte Ripple naar 75 cent en heb ik het geshort. Net als in een video die ik had gemaakt 2 dagen geleden of zo. En ik sta momenteel een winst van 4800%. Ik weet niet helemaal waarom dat er staat qua percentages, want ik heb maar $40 ingelegd. En mijn winst is nu $550. Dus ja, hè? Gekke shit. Ik weet niet precies, dat komt niet helemaal overeen, Raid. Maar ja, het is wel gewoon ziek, man. Ik ben hartstikke blij mee. Dus goed verjaardagscadeau. Super chill. En even kijken. Ja. Dus als je 550 gedeeld door 40 doet, dat is een gain van 13,75. Dus mijn geld is keer 13,75 gegaan. Dus ja, volgende keer moet ik dit zeker wel met meer doen. Dus ik snap die percentages oprecht niet helemaal. Ik zal even checken hoe dat precies werkt. In the future, I don't know. Anyway, wat is er nog meer gebeurd? Ik heb gisteren gelivestreamd hoe ik mijn volledige studieschuld heb afbetaald. En zoals je kan zien, de boy is schuldvrij. Volledig. Is gone. En ik heb nog een goede crypto portfolio over. I'm good bro, I'm good bro. En nu gaan we gewoon alles weer lekker opbouwen. Doei! Duo! Dikke doei! Dus ja, super chill. En als Ripple nou even naar de kloten blijft gaan. Is gewoon keihard natuurlijk. Goed, nog een nieuwtje. Ik heb de Wall Street Bets Discord gevonden. Linkje in beschrijving. En wat is hier nou zo grappig aan? Ze hebben pumpsignalen. En deze debielen die zitten dus nog steeds gewoon dingen te pumpen, right? Dus hierboven bijvoorbeeld. Hier staat van, ja man, 10 minuten nog. En dan gaan we Wabi pumpen. Right? En als je dan naar Wabi gaat. Dan zie je ook dat hij gepumpt is op dat moment. Het ziet er heel debiel uit hoor. Hier een dikke spike, zie je dat? En daarna gewoon weer een dump. Check die spike. Maar ja, stel je voor dat je hem hier had gekocht en dan gewoon daar had verkocht met een stoplimit of zo. Prima. Maar ja, geen gekke dingen doen met je geld, weet je. Maar cool, als je die signalen wilt zien, link in de beschrijving. Je ziet jouw resultaten. Dus ja, het is wel grappig. Maar weet wel dat veel van dit dus een pump en dump is. Waar ik jullie ook voor waarschuw. Hè? En je kan het dus ook gebruiken om te shorten. Wat misschien wel beter is. Hè? Want dan loop je op zich minder risico. De rit omhoog is een gok. En de rit omlaag is gegarandeerd. Zeg ik maar altijd. Gewoon pump en dump. Pump en dump. Easy. Dus ja man, ik ben er fucking blij mee. Nu heb ik nog meer nieuws. Ik ga een nieuwe EP releasen.
als T-Gin. Dus als je nog niet geabonneerd bent op mij, op mijn muziekkanaal, doe dat dan even. En volg me ook op Spotify, ook onder T-Gin. En wat is nou zo leuk aan deze EP? Nou, vroeger had ik niet genoeg geld om het te laten afmixen en masteren door professionals, toch? Dus ik heb heel wat dingen gereleased. En dit album in 2016... Dit vind ik zelf een super tof album. Echt een goed album, maar ook onrustig en zo. Die dingen van die documentaire enzovoorts. Ik vind dit fucking tof. Probleem is dat de geluidskwaliteit van deze tracks is best wel shit. En nu heb ik het allemaal laten afmixen en masteren door Moxie Mappy. En dat is een producer die ook dingen heeft gedaan voor Hef en Crooks en grote mensen, zeg maar. Ook, hij is nu ook bezig met Boef. Maar die EP komt uit. 6 van de nummers van dit album. Werkethiek, gezegend. Ik ben wie ik ben, adder onder het gras, onrustig en ik geef nooit op. Komen daar allemaal op en dat wordt volume 1. En ik ga nog allemaal andere oude tracks ook opnieuw laten afwerken. En ook de nieuwere tracks. Ik heb er ook eentje met Kaaskoes bijvoorbeeld. En deze, die zijn ook allemaal wel tof. Die zijn ook allemaal wel goed gemixt en gemasterd. Die zijn al wel goed gemixt en gemasterd in 2019 en 20. Maar een paar van mijn oudere dingen ga ik gewoon opnieuw laten doen. Deze EP is ook goed gemixt en gemasterd. Dit dan weer niet. Dit ook niet. Dit ook niet. En dit ook niet. En hier is het een beetje... deze unreleased CD met 35 nummers is een beetje all over the place. Het zijn gewoon oude nummers. Sommige zijn vet gemixt en gemasterd. Sommige wat minder. Maar op zich, over het algemeen, klinkt het allemaal ook wel prima. Maar vanaf nu gaan dingen gewoon goed afgemixt worden. En goed gemasterd. Het wordt gewoon dope. Ik heb er heel erg veel zin in. En ik heb hier 86 volgers en dat is gewoon veel te weinig. Dus ga ook even naar mijn Spotify ding en volg me daar. Ik zal even die link ook in de beschrijving zetten van deze video. Goed, en dan laatste nieuws. Ik heb ook een gaming kanaal, Martin Garden. En jullie... weten dat misschien niet, maar ik ben daar best wel veel op, veel mee bezig, zeg maar. Ik ben veel aan het streamen en ik ben veel met content maken bezig, waar ik ook mensen dingen uitleg. Of hoe je bijvoorbeeld een Wii U hackt of zo. Dus dit is allemaal heel anders en het is ook allemaal Engels. Het pakt redelijk veel views. Ik denk niet dat Engelse mensen mij überhaupt kennen van wat dan ook. Een paar van die lui weten wel dat ik crypto doe en muziek maak en zo, maar... al die crypto dingen is vooral Nederlands. En mijn muziek is eigenlijk ook vooral Nederlands. Hoewel er nu wel wat Engelse dingen aankomen. Maar goed. Kijk, hier bijvoorbeeld leg ik uit hoe je Super Mario 64 online kan doen. Hè? Multiplayer. En het heeft hier 47.000 weergaven. Het is gewoon best wel sick. Ik vind het fucking leuk. Maar ik heb hier een giveaway going on. Bij de 1000 abonnees geef ik $175 weg. Dus... 3 mensen gaan winnen. Iemand wint $100, iemand wint 50 en iemand wint 25. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon abonneren en dan deze Google Form invullen met je username enzovoort. Je kan mijn Discord joinen, je kan me ook volgen op Twitch als je wil. Hoeft niet, optioneel. En dan klik gewoon op submit. En dan gaat het gewoon door zo'n random raffle heen, weet je wel. Ik doe alle namen gewoon in een potje en daar komt iemand uit. Prima. Dus dat is sick. Wacht, ik heb nog meer nieuws. Namelijk op Hotbit. Weet je nog, in 2 video's geleden of zo, vorige video, zei ik dat ik winst van Doge. Ja, dat is 2 video's terug. Zei ik dat ik winst van Doge zou gooien in World en in Shiba Coin. En Shiba Coin leek in mijn ogen gewoon op een meme. Het leek echt op dikke onzin. Maar check dit. Ja, World Token wordt gelist op Hotbit. En Shiba dus ook. Wat echt bizar is dan... Ja, hier. Morgen. Morgen wordt dit gelist. Dat is bullish as shit. Maar ik heb ook echt geen flauw idee waarom ze dit doen. Wat is dit dan? Ik weet niet eens echt wat dit voor coin is. Ik heb er gewoon knijterveel. Omdat ik het gewoon grappig vind. Oké, laten we het eens lezen, man. Shiba is an experiment in decentralized spontaneous community building.
Dat gaat best goed, denk ik, inderdaad. After our initial launch, a leaders group was formed by prominent members of the Telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shype's development and collectively agree on decisions for Shype's future. Dat is best wel ziek, man. Anyone who has skills or time, they can contribute to Shype. Wait. Anyone who has skills or time they can contribute to Shype will be invited to help develop and advance Shype. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shype's community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand. Dat is wel echt crazy, man. Er zijn er ook echt knijterveel van die Shiba coins, maar ik heb er ook echt knijterveel. Dus dat is wel cool. The investment on cryptocurrency projects is subject to high market risks. Ja, inderdaad, man. Dus pas wel op met wat je doet natuurlijk, hè. Ga geen gekke, zieke bedragen in Shype gooien. Maar dit is wel dope, man. Ik vind het wel cool. Want World en Shype. Shiba is sowieso gestegen. Ik heb mijn inleg er alweer uit. Hij is nu naar beneden. Uh-oh. Maar ik denk dat hij morgen wel bullish gaat op als hij gelist wordt, man. Maar ik heb mijn inleg er al uit, dus dat is super chill. En ik ben hem ook aan het liquidity provider op Uniswap, check. Dus je kan liquidity provider op Uniswap als je niet weet hoe dat moet. Hè? Je kan je leren in de cursus van alles over crypto. Ik heb er nu nog geen video over op mijn kanaal. En wie weet komt dat ooit nog wel een keer, maar niet nu. Anyway, ik heb die 0,0% pool share. Dus. Dus dat is wel crazy. 0,02. En ik heb daar nu in totaal aan verdiend. $12, man. 480 miljoen shibes. Sure. Let's go. Let's go. Ik vind het niet erg. Hey. Dus ja, dat, man. Echt super nice. En even kijken. World is ook nog gestegen. Flink ook. Dus dat is echt heel erg chill. Want hier had ik mijn Dogecoin winsten ingestopt vooral. En ja. Dat is wel lekker, man. Dus het gaat de laatste dagen best wel goed op deze manier, man. Het gaat best wel sick. Dus oké, to wrap it all up. Ik heb winst op Ripple. Ik heb winst op Doge. Ik had die dingen weer geherinvesteerd. Daar sta ik ook allemaal winst op. Volg me even op Martin Garden voor die giveaway. Kan je geld winnen. Kan je weer gooien in random crypto's. Hè? Volg me op TGin, want nieuw album komt eraan, als het goed is, ergens voor 10 februari. Ik moet hem nog heel veel uploaden, want ik moet nog die gast betalen. Dat doe ik over een paar dagen, die het heeft gemixt en gemasterd. En dan daarna nog heel veel snel covertje in elkaar gooien. En wat ik wil doen is eigenlijk die oude cover gebruiken. Deze. En dan gewoon, weet ik veel, even iets. Misschien even van goud maken of zo en dan erbij zetten. De remasters, weet je wel, zoiets. Dus daar gaan we wel wat mee doen. Wordt dope. En ja, laten we hier ook gewoon even gaan voor de 1000 abo's, je weet toch? En dit is ook nog wel leuk om te kijken. Als je hier gaat naar YouTube Studio. Het is echt crazy. Jullie zijn echt freaking crazy, man. Oh, ik heb een auteursrechtclaim. Oh no. Opties weergeven. Gaan we nu allemaal dood? Blocked. Ineligible. Nou, geen muziek draaien maar meer. Oké, duidelijk. Hè? Waarom wordt mijn muziek niet gecopyright claimed, YouTube? The fuck? Het staat gewoon op fucking Spotify. Ik heb alle rechten, hou op, man. We doen gewoon, we klikken hier op zo'n heel mooi knopje. Die heet dismiss. Out of sight, out of mind. Anyway, oké, cool. Dus dit gaat crazy. Jullie zijn freaking crazy. Ik heb geen strikes volgens mij, hoop ik. Goed, dit gaat crazy. Crazy. Jullie zijn allemaal freaking crazy, man. Dit zijn zoveel meer views dan op die Martin Garden shit. Kijk die grafiek, man. Het is net fucking Bitcoin. Gewoon bap! Bruh! Boom! Je zit crazy, man. Dus klik op abonneer. Je weet wat je moet doen. Zeker weten. Mensen zoeken ook naar mij. Martijn houdt aan. Mensen zoeken naar mij. Bitcoin naar de maan en terug. Bitfavo. Grappig dit. Mooi hoor.
De meeste komt toch van Facebook af. Playlists. Ja, lachen man. Lachen man. Ik wil weten of er vooral mannen of vrouwen kijken. Maar die documentaire is toch gewoon het best bekeken, hè? Moet er toch maar een deel 2 komen, Nadia? Ja, connect met je boy. Connect met je boy. Even kijken hoor, audience. Subscribers, hou op man. Doe even normaal, bro. Compleet gestoord. Kijk, dit kan niet, hè? Not subscribed, 85%. Klik op subscribe. Klik op subscribe, man. Kijk. 98% is male. Oké, dan. Sup, boys? What up, boys? My boys. My boys. And what's up, my girls? 1,7%. Love ya. Love y'all. Tussen de 25 en 34, man. Millennials to the rise, bro. Millennials to the rise. Super grappig, man. Top countries. Netherlands, Belgium, Zwitserland, Kroatië. Oké, dan. Ja, misschien toch ook maar eens een keer Engelse content gaan maken in the future. Maar voor nu, hard as shit. Hard as shit, bro. Cool. Dan ben ik wel weer uitgeluld voor vandaag. Ik, vind dit allemaal echt super cool, man. Echt heel erg dope. Ik check jullie de volgende keer. En vergeet me dus niet te volgen op Twitch. En dan op het Martin Garden kanaal, Martin Garden Live. Twitch.tv/MartinGardenLive. Want ik denk dat ik vanavond weer live ga. En dat heeft dan geen reet met crypto te maken. We gaan gewoon lekker streamen. Ik ga gewoon gamen. En weet ik veel wat allemaal doen. Want ja, dat soort shit doe ik dus ook gewoon best wel vaak, hè, op stream. En is altijd super gezellig en chill. En daar heb ik ook een Discord voor. Dus als je dat wil zien, hè, ook fucking leuk. Want ja, mijn doel uiteindelijk is om te leven in complete totale vrijheid. En gewoon dit soort dingen te gaan doen. En rap te gaan doen. En natuurlijk ook gewoon crypto te gaan doen. Maar meer voor de lol. En ook wel gewoon als werk. Maar gewoon ook wel voor de lol, snap je? Dus dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk mijn doel, man. Gewoon kunnen leven van creativiteit. Van rap en stream. En ja, hoe leuk is dat als dat met ondernemen kan. En ik deed het altijd gewoon met bijbaantjes. En dat was ook prima. En studeren deed ik ook. Maar ik wou eigenlijk nooit verder in studie. Niet omdat het niet goed zou betalen of zo, maar gewoon de lifestyle, man. Die lifestyle trekt me gewoon niet. Van, oh, ik ga naar werk. Oh, ik kom terug van werk. Nee, man. It's not for me, man. Ik ben veel te, I don't know. Veel te zo. Okay? Ik ben veel te zo voor die shit. Ik ben 30 jaar. Laat me Dragon Ball Z spelen op Twitch. Thanks. Weet je? Thanks, man. Dus ik zie jullie op Twitch. En, ja, man. Later! Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual... Oh my gosh, Bitcoin has now almost overtaken gold. All-time high this week of $900. Now, at its peak, if you had invested $1,000...